kan ik wel. Ja, nou, ik associeer meteen ergens aan de waterkant, maar dat klopt waarschijnlijk niet. Maar ik zie daar toch wel een mooie zonsondergang aan. Vorige maand heb ik in de verkavelding Je bent fotograaf. Ja. Kun jij iets vertellen over je werk? Dit is een foto van jou. Ja, deze heb ik gemaakt in Parijs. En in Parijs. Is het gewoon een hele grappige foto, omdat de foto alles zegt. Want het staat op Mort du Vélo en één wiel, dus de dood van een fiets. Ik vind dat gewoon heel grappig. Ja, ja, ja. En dit is ook jouw werk, hè? Ja, dit is een serie van... 10 foto's en als inspiratiepunt heb ik een oude LP-plaat genomen. Ja. Ik kan het ook zelf laten horen. Zo. De LP heet Music to Watch Girls By. Mm-hmm. En op de LP staan 10 nummers, waaronder deze. En bij elk nummer heb ik dus een foto gemaakt, vandaar dat het een serie is van 10 foto's. Ja. Dat, als ik zou kijken, dan beeldend zie ik dan een enorm verschil tussen die foto en die wat recht toe, recht aan, het beeld is wat het is. En dan deze is een beetje dromerig, hè? Klopt. Daar kun je iets vertellen over hoe dat komt? Nou, er zit wel een overeenkomst in, dat wil ik wel als eerste. Het gaat over details. Dat is de overeenkomstige. Op die manier fotografeer ik het liefst. Ja. En deze is eigenlijk door middel van de lens. Ik heb een camera gekocht. En daar zat een hele foute lens bij die heel erg vaag werd. Ja. En toen kwam mijn moeder erbij van... God, dat effect lijkt wel op de fotografie van David Hamilton van vroeger die al die meisjes fotografeerde. Ja, toen ging ik googlen op David Hamilton. Toen kwam ik uit bij een LP gemaakt door David Hamilton. Ja. Die heet Music to Watch Girls By. En zo was het idee ontstaan om gewoon op de David Hamilton fotografie manier foto's te maken voor bij de plaat van David Hamilton, de muziek. Dus is het meer echt een project die foto's waar je naar voren stelt? Ja, ik heb dit geëxposeerd in de Verkavelfabriek tijdens een muziekfestival. Daar heb ik ook dat concept had ik al en toen was het muziekfestival en toen heb ik het daarmee ingezet. Dus vandaar dat ze ook zo groot zijn en op poster, omdat dat in de muziekwereld een logisch ding is. Ja, stom. En groot. Het hing daar in de serre, dan moet het wel een groot formaat zijn en niet zo klein, want dan valt het helemaal weg. En die ruimte daar werk jij? Of? Ja. Kun jij zo er even heen lopen? Ja hoor. Kijken wat er te beleven valt. Dat is mijn hobby. En je woont hier niet, hè? Ik woon hier niet. Is het ook jouw piano? Ja, dat is de piano die ik heb gemaakt voor Incubate vorig jaar. Play me, I'm yours. Ja. En daar ligt heel cool dat jij hem nog hebt. Dus dit is jouw werkhok, zeg maar? Dit is mijn werkhok. Nou, leuk. Ja, het is klein maar fijn.